Oh. Bukken, bukken. Ja! Ja. Gaat het nog goed, cameraman? Ja. Dit hoort erbij, toch? Ja, dat is leuk. Dit is gewoon... Ja, dat is leuk. 4 dagen lang tonen, hè? Dat is ja. Deze mensen zitten allemaal klaar voor de openingsavond van de 25e paardenvierdaagse in Epe. Het dorp verandert de komende 4 dagen in een paardenwalhalla. Vergelijk het gewoon een beetje met de Nijmeegse vierdaagse, maar dan 4 dagen lang op of achter je paard rondlopen in de omgeving van Epe. Maar het draait niet alleen om paarden dit jaar. Er is namelijk ook een speciale kunstroute tijdens deze jubileumeditie. Op 3 verschillende plekken kun je paardenkunstwerken bekijken. Zoals hier in de ring in het gemeentehuis, waar je het werk kan zien van amateurs. Bij het cultuurhuis kun je werken zien van RSG-scholieren. En bij kunsthuis Kek kun je de werken van professionele kunstenaars zien. Als je het over paardenvierdaagse hebt, ja, dan heb je het natuurlijk vooral over de mensen die meelopen met hun paarden. En Toon doet dat ook en die is al helemaal bezig om alles voor elkaar te maken. Toon, gaat het goed? Ja hoor, prima. Goed weer. Ja, goed weer. Ja, want hoe is dat nou om mee te doen met de paardenvierdaagse? Ja, dat is gewoon iets apart. Maar apart is leuk? Of leuk, hoe is ja, het? Ja, leuk, hè, leuk. Want je loopt gewoon 4 dagen gewoon een route? 4 dagen verschillende routes en ja... Het is hier gewoon prachtig om te rijden in het gebied van Epe. Dit jaar de 25e editie. Ja. 25 jaar, een jubileum. Begonnen met 42 deelnemers. Ja. En nu 500. Maar is dat wel te doen, 500 deelnemers in het mooie bos? 500 deelnemers is zeker te doen. We zouden misschien nog wel wat meer kunnen toelaten. Maar je moet je voorstellen, het zijn uiteindelijk 700-800 paarden die uiteindelijk door de bossen gaan. We doen 2 span mee, doen 4 span mee, doen enkelspan mee. Tandem, soms tandem gereden. En heel veel onder het zadel. Het moet veilig blijven voor iedereen en op een gegeven moment moet het ook gewoon te behappen blijven. Voor de deelnemers, voor de vrijwilligers. En je moet zorgen dat je overal oversteekposten hebt. En het moet ook leuk blijven zeg maar, voor de deelnemers. Als ze allemaal file gaan rijden, dat is ook niet leuk. En we vinden het eigenlijk wel prima zo. Ja. En ze is Spotty, hè? De Spotty, ja. En die doet het altijd heel goed bij de paardenvierdaagse, hoor. Ja, ja. Heel veel mensen kennen hem en ja. Hij wordt wel een beetje de publiekslieveling genoemd, en, omdat hij zoveel jaren heeft meegereden. Ja, ja, je doet al 25 jaar mee. Ja, ja, ik heb al van begin af aan meegereden. Maar hoe ja. is dat? Ja, ja, ik vind het gewoon super, super leuk. Super leuk. Maar wat is er dan zo super leuk aan de paardenvierdaagse? De sfeer. Te zien wat voor verschillende paarden alle mensen hebben. De gezelligheid, niet het prestatiegerichte, maar gewoon lekker met je eigen dier op pad zijn. In een mooie omgeving. Spotty vindt het leuker om te lopen, hè? Ja, lopen, die wil doen. Intochten is echt iets voor hem, dus dan gaat hij ook weer meedoen. Ja, maar hij wil niet voor de camera. Kijk, hij zit helemaal... Doe jij eens even een beetje rustig. Maar paarden en Epe, dat hoort gewoon bij elkaar. Inmiddels hoort paarden en Epe meer dan bij elkaar. En het is gewoon een evenement. Ja, mensen leven naartoe. Vrijdagavond ook met de intocht merk je gewoon. Er komen denk ik 15.000 mensen op af. Je hoort heel vaak toeristen. Ja, die komen van ver weg. Die gaan gewoon speciaal voor het evenement naar een Epe toe. Nou, Esther. Ja, hier doen we het voor, hè? Dit is uit mijn rest. Ja, dit is uit mijn rest. Dit is uit mijn rest. Fantastisch dit. Dit is Toon. En dit is Toon. Toon en Toon. 2 keer Toon. Kunstenaar Tom Klaassen noemde dit kunstwerk in Apeldoorn Toon en Toon. Naar 2 ooms van hem. Dus eigenlijk is dit ome Toon en ome Toon. De een was dik en klein en de ander lang en grappig. Maar
wie nou wie is. Maar wat zijn Toon en Toon? Nou ja, het schijnen uit de kluiten gewassen vogels te zijn, maar als je nou goed kijkt. Het is wel typisch voor kunstenaar Tom Klaassen, die maakt dieren. Hij vergroot ze uit of hij doet er iets mee. Konijnen, paarden of vogels. En soms lijken ze daar niet eens op. Zeg, ome Toon, wat ben jij eigenlijk? Je hebt een soort mopsneusje en je fronst wat hier. En je hebt een soort mond. Lach je nou? Of ben je chagrijnig? Beetje nors. Poddig. In elkaar gedoken. Wat wil je nou van me? Ze zei van brons, dus eigenlijk hard en koud, maar toch als dieren een beetje zacht, aaibaar, benaderbaar. Leuk voor kinderen ook om mee te spelen. Maar ja, en voor volwassenen ook een beetje. Kunstenaar Tom Klaassen vindt dat je iets moet kunnen met zijn werk. Je moet je fantasie ook een beetje de vrije loop kunnen geven. Nou, dat kan hier. Wat dacht je ervan? Ik vind het ook een beetje een vogeltje wat in de regen zit en dan probeert zo'n beetje te schuilen, stil zit en dan wachten tot het voorbij is en dan de veren uitstaan en weer wegvliegen. Zoiets. Of ik hoorde pas iemand zeggen, het zijn net twee muppets bij elkaar. Nou, mopperen maar dan. Toon en Toon die staan hier al een jaartje of 20. En de omes die leven ondertussen niet meer. Maar toch een mooi eerbetoon. Met het optreden van de Gele Rijders is de Epe Paardenvierdaagse officieel geopend. Maar heb je nou niks met paarden? Dan kun je vanaf deze week ook naar Museum Valkhof in Nijmegen. Daar is een nieuwe tentoonstelling te zien met 99 werken van kunstenaars uit de regio. De expositie is gemaakt door kunstliefhebber Nico Huibrechts. Hij heeft alles samengesteld, hij heeft de teksten bijgeschreven en die teksten weer verwerkt in een boek. En dat boek, dat heeft een ereplekje op de tentoonstelling. Nou, daar ligt hij dan, hè? Het is helemaal klaar. Onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, het is een heel lang proces van sinds 2011. En nu zijn we 7 jaar verder. En hier is hij. Goed, hè? Tijdens het inrichten van de tentoonstelling zijn veel kunstenaars aanwezig. Maar ook de twee andere makers van het boek. Vormgever Pascal Copagne en fotograaf Inge Hondenbrink. Kijk, hier komt hij dan te liggen. Dat is bij de ingang. Hij is vastgeplakt, hè? Oh, kijk, meteen raak. Och, gelijk. Zie je dat? Ik ben ontzettend blij mee. Ja, dit zag ik net ook staan. Ja, en weet ja. je, in haar huis is alles deze kleur. Och, echt waar? Dus dat klopt ook. Het is eigenlijk gewoon een hele grote rijkdom aan ideeën en verbeelding. En ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat nu bij elkaar komt. En dat heeft er alles mee te maken dat het 99 kunstwerken van 99 verschillende kunstenaars zijn. En dus je krijgt natuurlijk daardoor een hele grote diversiteit, maar dat is juist ook mooi. 99 plus 1 is ook langzaamaan qua betekenis veranderd, omdat het inmiddels staat voor ieder ander kunstwerk wat daar eventueel nog aan toegevoegd kan worden. Want het houdt natuurlijk niet op bij 99. Ja, ja, dit is een van mijn favorieten. Echt? Ja. Zo, die vind ik heftig. Die is heftig, hè? Ja, met die haken. Ja, ja dat is, ik vind het ook een heel mooi ding. Zo'n liefelijk zalmkleur. Ja. Leuk. Ah, en Casper is aan het opbouwen nu. Daar gaan we zo heen. Nico hield altijd al van schrijven. En nadat hij een aantal keer over kunst schreef, kreeg hij helemaal de smaak te pakken. Langzamerhand ontstond het idee voor een boek. Nou, ik zal mij hier niet laten liggen, want anders neemt iemand hem zomaar mee en dat kan niet. Hè? En dat schrijven heeft nooit
per se een soort doel gehad. Het was er altijd wel, maar het is heel vreemd, want als iemand mij vroeg van wat doe je, wat ben je? En dan zei ik altijd, ik ben een componist, een pianist. En als mensen me nou zouden vragen, wat doe je? Het is nog te onwennig en te vers om zomaar te zeggen, ik ben schrijver. Dat is iets wat nog, zeg maar, beklein. Oh, wow. Ik ben op allerlei manieren heel trots. Ik ben trots op mezelf. Ik ben ook heel tevreden over de teksten die ik geschreven heb. Maar ik ben ook heel erg trots op Pascal en Inge. En omdat wij met z'n drieën dit boek hebben gemaakt. Ja. Maar het is zwaar, moet je maar eens wegen. En dan is nu die tentoonstelling hier. En dan loop ik rond en dan ben ik nog trotser op al die mensen die dat werk gemaakt hebben. En ja, het is gewoon fantastisch om te zien. Het is echt een feest, vind ik, om al die prachtige kunst bij elkaar te zien. Ja, maar ik zeg altijd, voor hetzelfde geld heb ik een heel slechte smaak. Ja, dat hebben we nu wel kunnen zien dat dat niet zo is. Ik vis naar complimenten. Nee. Zo, die kunst die vraagt erom van, ja, neem mij tot je. Ik hoop dat mensen die hier komen, dat al is het maar bij één werk, dat zou al geweldig zijn, dat ze één werk zien, dit vind ik wel niet zo goed. Als er dat dus is, als dat iemand dus raakt, al is het dus maar één werk, ja, dat een enorme rijkdom is. Mij heeft het in ieder geval echt een rijker mens gemaakt, al die werken. De tentoonstelling en het boek 99+1 zijn nog tot 16 september te zien in het Valkhof Museum. En er is dit weekend natuurlijk nog veel meer leuks te doen in onze provincie. Zo kun je in de Achterhoek genieten van het meest relaxe festival van Nederland, Manjana Manjana. In de tuin van Kasteel Vorden kun je dansen, drinken, vuurtjes stoken, vissen en lekker barbecuen. Er zijn 8 verschillende podia waarop muziekoptredens van blues tot klassiek worden gegeven. In het Coda Museum is vanaf dit weekend een nieuwe tentoonstelling Gelderland Grensland te zien. De tentoonstelling is onderdeel van het Erfgoedfestival. Je kunt er landschap, schilderkunst en tekenkunst van de 17e tot en met de 20e eeuw zien. In Focus Film Theater in Arnhem wordt zaterdagavond voor de eerste keer de filmprijs Het Gouden Hert uitgereikt. Het is een initiatief van het Gelders Doek. Tijdens de avond worden ook de beste Gelderse films vertoond. En na de uitreikingen kun je napraten met de makers van de films. Nienke, bij een paardenvierdaagse denk ik nou niet meteen aan horseboarding. Ik kom hier en ik zie van alles gebeuren. Ja. Het zag er extreem uit, maar is dat het ook? Het is zo extreem als dat je het zelf kan maken. We hebben natuurlijk beginnende boarders, daar begin je gewoon rustig in stap of in draf, een klein handgelopje. Maar heb je een boarder met meer ervaring, zoals bijvoorbeeld Paul of Cornel of ik noem maar op, dan ga je steeds meer gas geven en je gaat je grens opzoeken. Hoe meer je grens op gaat zoeken, hoe vaker je zal gaan vallen. Dus ja, je kan het zo extreem maken als je zelf wil. Je kan het ook zo rustig aan doen als je zelf wil. Maar denken jullie dan zo paardenvierdaagse, ah ja, een beetje saai, het moet wat extremer, moet ik dat dan zo zien? Nee, we vinden alle takken van paardensport, iedereen heeft iets wat hij leuk vindt. En wij vinden dit heel leuk en wij vinden het vooral leuk van deze sport dat je ook een hele andere doelgroep erbij in betrekt. Je hebt niet alleen de paardrijders en de paarden, maar je hebt ook in één keer longboarders, je hebt in één keer snowboarders, wakeboarders, je hebt broertjes, neefjes, nichtjes, whatever, die eigenlijk niks met paarden te maken hebben, die op deze manier in één keer denken van hé, dat is wel tof en die dan toch in één keer meer ook met de paardensport van doen krijgen. En dat vind ik wel het heel erg leuk maakt. Wacht totdat je bij de camera bent. En we zien heel veel enthousiaste reacties, dus we hopen dat we vanuit Zwolle naar Groningen, naar Limburg, naar gewoon heel Nederland en langzaamaan. Gelderland, nog meer in Gelderland. Dus we gaan zeker nu ook een locatie hier weer zoeken om hier ook weer een training te geven. Want we hebben net al een paar reacties gehad van mensen dat ze het toch wel willen. Dus we gaan zeker ook in Gelderland verder zoeken. De intocht is eigenlijk het spektakelstuk van de week, kan ik me voorstellen. Op vrijdag iedereen loopt door het dorp. Maar ze zijn dan ook allemaal verkleed. Waarom? En mensen vinden het leuk volgens mij om zichzelf te tonen aan het publiek. En 4 dagen door de bossen heen, hartstikke leuk, maar je ziet heel veel bomen. En nou, de Via Gladiola van Nijmegen is dan eigenlijk in Epe. Dan willen ze gewoon even lekker showen. Ze willen showen en ja, de deelnemers vinden het leuk. En je merkt gewoon het publiek, hè, dit jaar met de Koninklijke Koetsen erbij. 15.000, 20.000 mensen hopen dat te komen. Het wordt mooi weer. Dat ze gewoon zichzelf mogen laten zien en dat vinden ze leuk. En uiteindelijk wordt het beloond door de ondernemersvereniging hier.
die geeft leuke prijzen en daar doen ze hun best voor. Dus gewoon heel gezellig, heel leuk en een hoop gezelligheid ook in het dorp. De Epe Paardenvierdaagse is officieel geopend, maar morgen kun jij natuurlijk gewoon zelf bij het spektakel in het dorp zijn tijdens de intocht. Mocht je er nou niet bij kunnen zijn, dan kun je ook gewoon thuis vanaf de bank kijken, want we zenden hem live uit. Volgende week dan ben ik er weer en dan duik ik in de wereld van de populaire foodtruck festivals. Ik zou zeggen, ga er lekker op uit dit weekend.